Ja hoor, daar is hij. Ja. Nou, welkom in mijn nederige stoeltje. Ja. Leuk. Hi. Hoi, hoi. Alles goed? Hallo, jij helemaal goed? Ik heb het voor je meegenomen. Nou, hebben we wat te eten. Ja. Ik heb ook wat voor je meegenomen. Ja. Jij verwacht nogal wat. Ja. Ja. Leuk. Ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Ben je een beetje handig? Ja. Anders kan je een lekker cakeje bakken. Met, ja. Nee, hey, maar lekker joh. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Super. Ik hoop dat je ervan houdt. Ja, heerlijk. Ja. Heel zeker lekker. Mooi. Valt nog niet mee, hè? Om een goed cadeau te verzinnen. Nou, ja. Dat klopt. Ja, ik weet ook niet wat iemand leuk vindt. Nee, dat is ook zo. Super spannend. Ja. Nou, eens kijken of er wat te drinken is. Hadden we de naam al gedaan of niet? Nee, dat is een goeie. Weet jij? Jaap. Jaap, ik ben Martine. Ik ben ook... ben je een beetje een keukenprinses? Ja. Dan kunnen we koffie zetten ook. Ja, hier zit de koffiemachine. Oh, jeetje. Wil jij koffie? Ja. Jij? Ja, een frisje. Maar goed, heb je jezelf opgegeven? Nee, een vriendinnetje van mij heeft me opgegeven. Dus geen... ik zou het niet zelf verzonnen hebben, maar ik zeg... Ja, joh, is goed. Kom erop. Ja. En jij? Nee, ik heb hem ook niet zelf opgegeven. Het zijn altijd anderen om je heen, hè, die je zo gek krijgen. Deze voor jou. Thank you. Alsjeblieft. Zullen we even zitten? Ja? Gaan we hier zitten even? Ja, joh. Proost. Proost. Ja. Wat doe je voor werk? Ik werk voor een bedrijf wat onderdak voor bouwvakkers en dat soort dingen meer. Dus bouwunits en dat soort dingen meer. Oh. Ja. En daar doe ik het technische gedeelte van. Nee, ik zit in de installatietechniek. Klinkt spannender dan het is. Ik ben financieel administratief vooral. Maar ik moest wel als jongste af aan. Mijn vader die had gebrek aan zonen. Hebben we altijd moeten klussen. Dus een klein beetje klussen heb ik altijd wel gedaan. Maar je hebt natuurlijk heel veel mensen die heel erg onhandig zijn. Maar dat mag ook, hè? Ik bedoel, het is er geen voorwaarde. Maar ik vind het wel leuk. Ik kan er af en toe, snap ik niet helemaal hoe het kan dat iemand... dingen niet snapt, weet je wel. Ik zie dat bij mijn zoon bijvoorbeeld. Ja, je hebt een zoon. Twee dochters. Je hebt een zoon en twee dochters. Ja. Leuk. Ja. Vier kindjes. Nou, ja. Ja. Ik zou even vertellen, ik ben dus opgegeven. Ja. Door mijn maat. En vervolgens heb ik mijn maat opgegeven. Oh, echt serieus? Dat is wel leuk. Dan kun je er ook met z'n tweeën een beetje over ouwe hoeren straks natuurlijk. Precies. Wat dus het verhaal is, dat mijn maat hiernaast in het huis zit. Ja, echt? Ja. Nou, volgens mij kan ik je dan ook wat leuks vertellen over mijn vriendin met die haat. Goed zo. Wat zijn de drie dingen waarmee je niet gezonder kunt leven? Ja, oeh. Lastig. Ja, ik leef vrij ad hoc altijd. Ad hoc, ja. Vrij ad hoc, soort van wat komt er op mijn pad. Ja. Maar goed, er zal vast iets zijn. Oh lekker. Nou ja, kijk, ik vind toch die kinderen best heel fijn. Dus daar zou ik niet, die zou ik nooit willen missen. En waar zou ik niet zonder kunnen leven? Ja, toch ook een klein beetje vrijheid. Dat is ook heel fijn, met je eigen dingen doen. Zou ik ook wel voor kiezen, ja? Ja. Dat wil ik ook niet kwijt. Nee, dat is ook heel fijn. Ik ga liever met mijn geliefde uit eten dan dat ik alleen met mijn vrienden ga eten. Maar... als je een keer een hapje gaat eten, ik doe het nu elk weekend met Hans, maar ik zou het ook wel eens leuk vinden om met een vrouw. Weet je, maar je wil ook met je vrienden uit eten? Ja, zeker, zeker. Heel belangrijk. En dan nog een derde. Oeh. Ik heb geen jij primaire behoeftes waar je echt niet zonder kan. Misschien kom ik op kinderen zijn nummer één. Ja. Inderdaad. En daar kan ik niet mee zonder. Auto vind ik echt heel belangrijk. Ja. Zullen we het op twee houden of heb jij nog een hele goede derde? Ik zou eten zeggen, ik kan niet zonder. Als ik vannacht ineens wakker word met een epifanie, dan... Wil je dit nog blijven spelen? Vind je het niet meer leuk, jongen? Nee, dat is goed, hoor. Ik krijg dat ding niet in. Wil je doen met slapen? Oh, dat wil je nu al graag weten. Nee, volgens mij wil ik wel apart. En jij? Ja, ik vind het prima. Ja? Ik ga wel op de bank. Oh, ik wil ook op de bank. Dat is mij om het even. Ja? Nee, als jij dat niet erg vindt, dan is dat... Om op de bank te liggen? Ja. Nee, het maakt niet uit. Nee, hoor. Nee. Is dat geregeld? Yes. Je ouders zijn nog aanwezig? Alleen mijn moeder. Mijn vader is 5 jaar geleden overleden. En mijn moedertje die... Ja? Ja. Ga ik om de week heen. Om de zondag heen. Ook in de buurt? Nee, ze wordt in Lindam. Dus dat is 3 kwartier rijden. Gereformeerd?
Griffemid vrijgemaakt. Oh ja. Ja. Want, waarom vraag je dat? Grappig. Nou, ja. Ja, ja, ik ben ook Griffemid vrijgemaakt, altijd opgevoed. Ja. Oh, je ging met de kinderen ook? Ja. Elke zondag? Ja, ja, elke zondag, ja. Ja. Nou, maar ik katholiek. Oh, ja. Nou, ik heb niks daarmee verder. Hoe vind je het gaan tot nu toe? Ja, meisje, ik vind het hartstikke leuk. Dus ja, ik vind dat wel heel prettig. Het helpt, hè? Dus ja. Het een beetje leuk hebben. Maar goed, we weten ook dat het nog vrij kort is. Maar ik vind je wel een leuk vent. Ik heb wel het gevoel dat we makkelijk... Ja. Dat we makkelijk gaan, maar ik ben niet head over heels. Nee. Het is niet zo dat als je binnenkomt rollen dat meteen denkt... Oh, ik ben helemaal een katzwijn. Absoluut, dat is ook zo. Maar het is nog allemaal zo pril. Ja, ik kan wel eens met je lachen. Dat vind ik echt fijn. Als je een dode kip tegenover je hebt. En dat gevoel had ik een beetje bij Hans en... Esther. Ja, en ik hoop eigenlijk wel dat het een beetje wederzijds is. Dat je ook denkt van nou, wil je beter leren kennen... Dat wil ik jou zeker. En ik jou ook. Oh, kijk. Dat is positief. Ja. Fijn. Ik vind het gezellig. En er zitten ook wel echt leuke overeenkomsten. Ik vind het heel leuk dat je gek op je kinderen bent. Dat gaat ook redelijk gelijk op. Ja. Nee, ik ben wel serieus geïnteresseerd om het uit te zoeken. Ja. Ja. Dan hebben we nog een paar uurtjes. Hoe zie jij de toekomst met een nieuwe partner voor je? Ik zie het soort voor me, denk ik. Een beetje latachtig. Lekker een beetje allebei je eigen dingetjes rommelen. Nou, regelmatig even afspreken, leuke dingen doen. En dan op een gegeven moment denk ik dat je allebei wel een beetje gaat inzien... waar je erg behoefte aan hebt. Ik denk op termijn dat ik het wel leuk zou vinden om echt samen te gaan wonen. Maar ik heb daar absoluut op korte termijn geen behoefte aan. Ik vind het heerlijk om dan inderdaad te zeggen van... nou, hè, we gaan even een hapje eten, ik kom je ophalen. Ja. Maar gewoon gezellig, weet je wel. Het hoeft niet te verplichten. En van joh, ik ben echt stront moe. Ga lekker naar huis. Ook goed, weet je wel. Ja. Maar wel dat kan. Dat je, als je een keer een schouder nodig hebt... of als je een keer een knuffel wil halen, dat ook kan. Dus dat is goed. Dat is goed. Ik ga zo naar binnen schrijven. Het gaat koud te worden. Ja. Chips. Mooi voelen. Ja. Ja, het is echt koud. Ja, die vriest er zelf. Dat zijn die ijsbegeltjes. Kijk, de kip. Oh, de kippen. Het gaat de muziek hard, hè? Oorverdovend. Ja, word je er een beetje ongelukkig van? Het zou wel... Nou, wat wel nog anders wild is. Dat mag ook, hè? Ja, maar er is eigenlijk niks aan de hand. Het is gewoon even, ja, gewoon even niks zeggen. Kan ook. Hè? Ja. Lang leven de liefde is vrij.